Kleine vertraging, maar we gaan alsnog starten. Nogmaals hartelijk welkom bij dit webinar. We gaan je komende 3 kwartier meer vertellen over de uitdagingen die er komen kijken bij het koppelen van global HR systemen met een lokaal payroll systeem, zoals bijvoorbeeld AFAS. We hebben de afgelopen 6-7 jaar daar veel ervaring mee opgedaan, specifiek de HR koppeling met payroll. Dus we nemen je graag mee in onze best practices die we daarin hebben opgedaan. We laten je ook kennis maken met de valkuilen die wij ook hebben leren kennen. We gaan er een fijne middag van maken. Voordat ik mijn 2 tafelgenoten de ruimte geef om zich voor te stellen, de experts vandaag, wil ik jullie kort even iets vertellen over wie wij zijn. Wie XS is, wat we doen. Om met het juiste perspectief ook naar dit webinar te kijken. Het perspectief zoals wij dit webinar insteken. Ik pak daar even een slide bij. Ik ben jullie host ook vandaag. Ik ben ook verantwoordelijk voor de techniek. Dus dat was juist best wel even zweten, dat begrijp je. Ik ga ervan uit dat het de rest van de tijd goed gaat komen. XS, wij zijn System Integrator. Dat doen wij, System Integrator. Het maken van koppelingen tussen softwareapplicaties, tussen systemen. Dat doen we sinds 1995. Voor de snelle rekenaar, dat is alweer 27 jaar. En sinds een jaar of 12 doen we dat ook specifiek voor AFAS software. We zijn partner van AFAS. We zijn system integrator voor AFAS. We realiseren jaarlijks een groot aantal koppelingen met AFAS software. Met CRM-systemen, planningssystemen. Maar, zoals vandaag ook het thema, ook met externe HR-oplossingen. Naast het maken van koppelingen van AFAS realiseren wij ook klantspecifieke oplossingen, modules, extra functionaliteit binnen Inside Outside. Vaak branchespecifiek, klantspecifiek, omdat AFAS zegt, joh, zijn toch vragen die niet passen binnen ons generieke ERP-systeem. Nou, is XS vaak een partij die dat soort oplossingen voor klanten van AFAS bouwt. Wij zijn partner van AFAS, dus vandaar dat je in dit webinar in de voorbeelden regelmatig AFAS software, AFAS payroll voorbij ziet komen. Maar de problematiek die wij vandaag gaan behandelen, bespreken, is ook van toepassing op andere payroll systemen. Ik wens jullie veel plezier. Ik ga de ruimte geven aan mijn 2 collega's die hier aan tafel zitten, de experts van vandaag. Stel je voor alsjeblieft. Mijn naam is Ubbel van der Linden. Ik ben projectmanager bij XS en heb vele koppelingen met HR-applicaties afgelopen jaren lang zien komen. En ik wil een aantal ervaringen met jullie delen de komende periode. Okay. Ik ben René Nijssen, senior consultant bij XS. Ik, ik werk alleen maar met koppelingen op en met Profit. En ik ben ook verantwoordelijk voor het platform waarmee wij doen. En dan ook hier deze sessie. Oké. Okay. Nou, dank jullie wel. Ik neem nog even het woord terug. Ik wil met jullie, de kijkers, even de agenda voor vandaag delen. Om toch wat structuur aan dit webinar te geven. Introductie van XS-presentator hebben we zojuist gehad. Ik zal zo meteen starten met even een korte aanleiding van dit webinar. Waarom organiseren we dit webinar nou? Het is gebaseerd op een aantal recente ontwikkelingen die we graag met jullie delen. En vervolgens zullen wij aan de hand van een aantal thema's, nogmaals de uitdaging, maar ook de best practices, een aantal praktijkvoorbeelden met jullie doornemen. We zullen starten straks eerst met een stukje heel kort techniek. Wat is nou een koppeling? Wat zijn de integratiemogelijkheden? Dan wat meer op de processen gericht, dan meer op data gegevens gericht en daarna meer op het beheer gericht. We sluiten af met ruimte voor vragen en antwoorden. We hebben iedereen die zich heeft ingeschreven vooraf gevraagd om eventuele vragen die er leven ons vooraf toe te sturen. Nou, dat is ook in ruime mate gebeurd. Die vragen ga ik even vormgeven zo. Er is mogelijkheid om ook tijdens het webinar in de chatfunctionaliteit, die zie je rechtsbovenaan in het scherm van het webinar, kun je ook live vragen stellen. Indien mogelijk ga ik ze behandelen tijdens het webinar. Nogmaals, indien mogelijk, zit toch wat strak in de tijd. Geen probleem overigens, want ook als je vraag niet tijdens het webinar beantwoord wordt, dan gaan we achteraf iedereen alsnog de vragen beantwoorden. Dit wat het programma, de agenda betreft, start ik even met de recente ontwikkelingen. Daarvoor is het wel aardig dat wij weer even in beeld zijn.
De aanleiding voor dit webinar zijn een aantal ontwikkelingen die wij met name de laatste 6-7 jaar zien bij met name internationaal opererende organisaties die een vestiging in Nederland hebben, die jaar en dag hebben gewerkt met AFAS, HRM en payroll. Dus een volledig geïntegreerde samenwerkende oplossing. Van koppelen is er geen sprake, want die oplossingen zijn met elkaar geïntegreerd. Maar wat zien wij nu als ontwikkelingen? Dat soort global georiënteerde organisaties besluiten vanuit het internationale hoofdkantoor om met een global HR-systeem te gaan starten. Kan verschillende redenen hebben, gaan we vandaag niet heel diep op in. Maar bijvoorbeeld omdat zij over de landen heen eenvoudig over medewerkers willen kunnen rapporteren of een uniform onboardingproces willen organiseren. En allerlei redenen om met een global systeem wereldwijd hetzelfde HR-pakket te gaan werken. Nou, als je dat kijkt, vertaald naar de organisaties of de vestigingen die dan in Nederland werken. Nou, die waren natuurlijk gewend met een geïntegreerde oplossing te werken. Nou, worden toch gestuurd om met een apart HR-pakket te gaan werken. Gelukkig zien we wel dat vaak het payroll-proces in AFAS blijft. Dus AFAS blijft behouden voor het payroll-verhaal. Met name natuurlijk omdat AFAS de Nederlandse regel en wetgeving goed geborgd heeft in zijn applicaties, dat ook up-to-date houdt. Nou, dat is met global payroll-pakketten toch in de praktijk, weten wij, niet realistisch. Nou, dat betekent wel voor die organisatie dat ze met twee systemen werken, een apart HR-systeem, een apart payroll-pakket. Dus eigenlijk een flinke stap terug. Wij worden in die gevallen vaak benaderd door dat soort organisaties. Van joh, kan je dat niet weer terugbrengen, zo goed mogelijk integreren? Met andere woorden, kunnen jullie een koppeling realiseren? Want je kan je voorstellen, als je veel mutaties hebt, je moet dat in twee systemen gaan bijhouden. Het is ten eerste heel veel werk, maar ook veel risico, grote kans op fouten. Dus ja, dan komt een koppeling al snel om de hoek. Nou, nogmaals, we gaan vandaag daar dieper op in. De ervaringen die we daarmee hebben opgedaan de laatste paar jaren, daar nemen jullie graag in mee. Als eerste hebben wij op de agenda staan, wat is nu eigenlijk een koppeling en wat zijn de verschillende integratiemogelijkheden? Ik deel daarbij even mijn scherm. Ik zal af en toe even de agenda terugpakken om nogmaals even de structuur vast te houden. Ik denk dat Ubbo daar iets meer over gaat vertellen. Dus ik geef het woord aan Ubbo. Wat is een koppeling? Laten we bij het begin beginnen. Wat is de situatie? Je hebt een HR-applicatie, dat noemde Joris al. Daar vinden de belangrijkste HR-processen plaats. Denk aan indienst, uitdienst, functieverandering en dat soort processen. Die HR-applicatie die wordt meestal ook als leidend voor die processen beschouwd. Dat is een van de redenen waarom je daarmee aan de slag gaat als organisatie. En de uitkomst van die processen, nogmaals indienst, uitdienst en zo, die hebben effect op de salarisverwerking. Nou, als die salarisverwerking ergens anders plaatsvindt, betekent dus dat een deel van die gegevens uit die HR-applicatie naar het payroll-systeem moeten. Dat kan op een aantal manieren. Handmatig, periodiek een export en een import doen of een koppeling realiseren. Ik neem het even kort door met elkaar. Handmatig, nou, dat betekent eigenlijk invoer in twee applicaties. Dus heel arbeidsintensief, kans op fouten, dubbel werk. Nou, per definitie eigenlijk achterlopen, van je doet dat nooit op hetzelfde moment. Nou, dat wil je al even doen, maar dat ga je niet lang volhouden. Kortom, en zeker niet bij grote aantallen, kortom, daar wil je vrij snel vanaf. De tweede optie, dat zijn de periodieke export- en importmogelijkheden. Nou, ook dat is vaak voor een deel handmatig, want dat gaat niet automatisch. Je beperkt je meestal ook wel tot de primaire gegevens. Nou, en omdat dat het geval is, heb je vaak nog nawerk nodig in payroll-systeem, in je AFAS-omgeving als voorbeeld. Ja. Bovendien zijn ook dan de gegevens niet actueel, want je doet dat niet elke dag, maar één keer per maand vaak. Dus dat betekent dat je in de tussentijd een aantal gegevens mist. En soms wil je dat niet, omdat je vroegtijdig wil weten welke nieuwe medewerkers die in het HR-systeem aangemaakt zijn, ook in het payroll-systeem terechtkomen. We komen later in het webinar nog even terug op deze mogelijkheid. Dan de koppeling. Eigenlijk het hoofdonderwerp van dit webinar. Wijzigingen in het HR-systeem worden eigenlijk vanzelf verwerkt uiteindelijk in het payroll-systeem. Nou, dat is geavanceerd en eigenlijk zoveel mogelijk automatisch.
Zullen we daar eens wat op inzoomen? En dat doe ik het liefst met een plaatje bij de hand. Wat we hier zien, links een aantal voorbeelden van die HR-applicaties. Nou, tegenwoordig zijn ze allemaal in de cloud, vandaar dat wolkje. Rechts als voorbeeld AVAS ERP. Dat is natuurlijk een hele brede suite van functionaliteit, maar in dit verband vooral de payroll functionaliteit die we eruit lichten. Daarvoor zit het wolkje met Connector, dat is ons koppelingsplatform van X6. En de verwerking van de gegevens van de koppeling vindt daar plaats. Dus de van en de updates naar AVAS in dit plaatje gebeurt door die software die daar zit. HR-systemen die hebben ook allemaal voorzieningen die speciaal toegespitst zijn op het verwerken van, zeg maar, payroll-gegevens. Joris noemde het al, HR-applicaties worden internationaal ingezet. En nou, elk land heeft dus de problematiek van dat er verloond moet worden. En er zijn bij die HR-applicaties weinig standaard per land gerichte salarispakketten voorradig. Nou, die applicaties die hebben dus die standaard voorzieningen. Dus dat betekent dat je ze niet zelf hoeft te ontwikkelen. Vaak moet je ze wel inrichten, wat tweaken op de situatie die je wil. Die tools om dat te doen, dat zijn de oranje radertjes meer aan de linkerkant. Nou, dat kan ik nog technisch op een aantal manieren doen. En als ik dan focus op de bovenste, dus de van links naar rechts pijl. En dan, als ik het dan samenvat, heb je twee technische varianten. Eén met webservices, waar eigenlijk de koppelingssoftware zelf gegevens verzamelt, en selecteert, groepeert en dat klaarmaakt voor de updates in het AVAS-systeem in dit plaatje. De andere methode is eigenlijk het automatisch verwerken van zogenaamde payrollbestanden. Ja, ook dat zien we heel vaak, sterker nog, dat wordt het meest gebruikt, omdat die applicaties daar helemaal op toegespitst zijn. Nou, dat betekent dat de tooling aan de HR-applicatiekant ingericht is op de juiste gegevens op het juiste moment en gegroepeerd klaarzet voor verwerking in het payrollsysteem. Nou, voor Workday-gebruikers gaat het dan om de kreet als de batchy-bestanden. Maar ook die andere applicatie die hebben vergelijkbare payrollbestanden. Welke technische manier ook, het resultaat is hetzelfde. Er is geüpdate payroll systeem met de actuele gegevens die gewijzigd zijn in het HR systeem. Er staat aan de onderkant ook nog een pijltje terug. Nou, soms gaan die gegevens ook terug naar de HR applicatie. Denk bijvoorbeeld aan loonstroker, dus de medewerkers in het HR-systeem een eigen medewerkersportaal hebben waar ze dat kunnen terugvinden. Dat betekent dat de uitkomst van de salarisstrook ook daar te vinden valt. Oké. Ja, ik heb in mijn introductie niet specifiek verteld, maar je ziet het eigenlijk in dit plaatje al terugkomen. We hebben het natuurlijk over het payrollsysteem AVAS gehad. Als wij het over global HR-systemen hebben, dan zijn dit de drie die we het meest tegenkomen. Workday zien we veel, SAP, SuccessFactors, Employee Central en ook HR-software van Oracle, bijvoorbeeld PeopleSoft. Dat zijn wel de pakketten die wij in de praktijk het meest voorbij zien komen, waarmee we dan ook vaak koppelen. We hebben met name nu even naar een stukje techniek gekeken. Wat is nou een koppeling? Wat zijn nou de verschillende manieren om die applicatie met elkaar gegevens uit te wisselen? Het is goed om... En dat is het volgende onderwerp voor vandaag, het volgende thema, om juist ook eens vanuit de proceskant te kijken. Welke HR-processen heb je in het HR-pakket? Welke payroll-processen in het payroll-pakket? En hoe gaan die met elkaar, wat voor interactie is er daartussen? Ik weet niet, is dat René Ubbo? Ubbo, jij wil daar wat over vertellen? Ik zal de aftrap doen en René vult dat ongetwijfeld aan. Het vorige plaatje was die globale schets van de koppeling. Maar de vraag is natuurlijk, wat gaat er dan doorheen? Hè? Wat wil je eigenlijk ondersteunen? Welke HR-processen kan die koppeling aan? Nou, laten we beginnen met de eenvoudige situatie en zich richten op de primaire HR-processen. En weer met de bril dat het ten dienste is voor de salarisverwerking. Nou, voorbeelden, ik noemde daar straks al in- en uitdienst, maar functieveranderingen, wijzigingen in salaris of salariscomponenten, maar soms ook de wijzigingen in de persoonlijke omstandigheden. Hè. Denk aan verhuizingen, dan moeten de reiskosten worden aangepast, dus ook dat soort wijzigingen die zijn van invloed en moeten dus door de koppeling naar het payrollsysteem. Het HR-systeem
is meestal leider. Hè? Dat was ook de aanleiding om daarmee te beginnen. Dat betekent dat die processen ook uniform zijn ingericht. Althans, dat is de doelstelling om dat internationaal zoveel mogelijk gelijk te trekken. En dan is het de middenweg vinden tussen wat dan nodig is voor het payrollsysteem dat in het land gebruikt wordt. Wat voor een soort gegevens gaat er dan voor dat soort processen door de koppeling? Nou, het ligt eigenlijk voor de hand als het gaat om de primaire gegevens, naam, salaris, nou, breder misschien Scorfi. Nou, dat is een hele specifieke AVOS-term, ja. René, dat ja, is klopt. Voor jou. Ja, Scorfi is, ja. Scorfi kom je tegen in het AVOS landschap. En dat staat voor salaris, de S, dus de C van contract, de R van rooster, de F van functie en de I van instantie. Dat maakt Scorfi. En dat heeft binnen een AVOS een bepaalde samenhang. Daar komen we later in dit verhaal op terug. Ja. Ja, dit zijn gegevens die we dus eigenlijk altijd nodig hebben voor een salariskoppeling. Er zijn natuurlijk ook andere gegevens die we wat minder standaard zijn, maar toch eigenlijk vrij vaak tegenkomen. Dus vrij ziek dat we dat bij de hand moeten hebben als we de koppeling gaan configureren. Heb je daar misschien nog een aantal voorbeelden van? Ja. Op de volgende sheet gaan we in op de gegevensstroom. En dan zie je van links zie je het plaatje met de Workday en hier zie je een Oracle en rechts AVOS. Wat je ziet is dat je de normale NOW gegevens en de contracten gaat overzetten. Natuurlijk heb je ook de bankgegevens. Je moet toch je payroll wil je laten uitbetalen. Dan het Scorfi waar we net over hadden. De salaris, contracten en rooster en functie. Daarnaast koppelen met declaraties, vaste vergoedingen, eenmalige vergoedingen, fiscale regelingen zoals een fietsplan of een leaseauto. Dat zijn zaken die wij heen en weer zien gaan, of in ieder geval van Global HR naar Profit. En wat we terugzien, daar heeft Joris ook over gezegd, en, de loonstroken, de jaaropgaves en ook loonjournaalposten als dat wenselijk is voor rapportage in het Global HR systeem. Okay. Dus dat zijn zaken die je heen en weer ziet gaan. Ik kan me voorstellen dat je met name vanuit HR naar payroll, dat je met name de eerste drie medewerker, bank, Scorfi, dat zijn eigenlijk gegevens die altijd ja. terug ziet komen. De rest zijn dat zijn meer uitbreidingen, denk ik. Ik kan me voorstellen dat als je inderdaad een hele strikte scheiding hebt tussen je HR-processen in je HR-systeem, en je payroll-processen in je payroll-systeem, dat het meest ideale plaatje is. Maar ik zit ook vaak bij gesprekken. Ik herinner me dat er ook wel regelmatig voorkomen dat er toch nog een aantal HR-processen ook aan de AVOS-kant vastgehouden worden. Wat zijn jouw ervaringen daarmee? Er zijn een paar groeperingen of groepen van gegevens. Aan de ene kant gebruiken ze de payroll-applicatie, toen al in het verleden, voor andere applicaties. Denk aan achterliggende applicaties zoals een rooster-applicatie. Dat je zegt van onze payroll, ons oude HR-systeem was ook bedoeld om een applicatie aan te sturen. Denk aan een wat ik al zei, rooster. Denk ook aan een Active Directory, dus het in- en uitdienst melden van accounts, login-accounts. Ook koppelingen met arbodiensten, die zijn vaak gerelateerd aan AVAS. En als je die dan op het Global HR-systeem wil bouwen, heb je een nieuwe koppeling. Dus vaak laten ze dat soort koppelingen op AVAS zitten. Okay. En vervolgens zeggen ze van, dan moeten er meer gegevens vanuit het bronsysteem naar AVAS. Dus meer dan alleen maar voor de payroll. Okay. De belangrijke aanleiding is eigenlijk om die koppelingen in stand te houden. Ja. In plaats dat je ook dat deel opnieuw moet gaan bouwen. Ja. Okay. Naast achterliggende applicaties heb je natuurlijk ook het gebruik van het systeem. Het payroll systeem. Als je nog sommige processen niet wil overnemen, zoals een declaratie of verlof aanvragen, dan wil je toch die aanvraag accorderen. En die accordatie, accorderingsslagen, dat gebeurt natuurlijk door een manager. En voor het salarisstrookje heb je natuurlijk geen manager nodig, want het is gewoon, ik betaal wat uit. Maar voor die slagen heb je er wel nodig. En dan okay. komt ook de koppeling naar boven van, we moeten het organigram overnemen. Dus het hele organigram van een bedrijf met medewerkers en managers. Dat moet ook dan gekoppeld worden. Waarschijnlijk ook voor je workflows als je die in AVOS nog in stand houdt. Klopt. Okay. Een andere verdieping is de loonschalen. Voor een payroll heb je alleen een bruto salaris nodig of een uursalaris, maar niet een schaal en treden. Als je heel veel rapportages nog aanhoudt in de payroll applicatie, dan moet je dat dus
ook meenemen. Dus de loonschaal, de traders en de hoogte van de zaak. Vanuit je HR-pakket richting Bedel? Ja. Oké. Okay. En voor je salarisregeling heb je dat natuurlijk niet nodig. Als ik dan verder kijk naar andere zaken voor de applicatie. Je hebt de data, de gegevens. Je hebt dus data die standaard is. Heeft geen begindatum, zoals een voornaam, achternaam. Dat is gewoon een data die niet wijzigt op een bepaalde datum. Dat noemen we dan ook de datum onafhankelijke gegevens. En natuurlijk heb je de datum afhankelijke gegevens. Zoals een functie. Een functie treedt in op een bepaalde datum. Een salaris gaat in de toekomst. Of in het verleden als je een fout hebt gemaakt. Dus dat zijn zaken die je mee moet pakken met een bepaalde startdatum. En dat moet het globale HR-systeem natuurlijk ook wel in voorzien. En dat is niet altijd in voorzien. Maar dat zijn wel zaken die je mee moet nemen. Oké. Okay. En ook denk aan een verhuizing. Van, je kunt een adrescorrectie doen. Of een verhuizing in de toekomst of het verleden. En dat, als je dat wil meegeven, moeten wel die data beschikbaar zijn. Dat onder het onderscheid tussen een adrescorrectie te maken, wat ooit in het HR-systeem verkeerd is ingevoerd, of dat het echt een verhuizing is. Ja, ja, ja. Okay. En als ik dan kijk naar wat uniek is of uniek is, apart binnen Nederlandse belasting heb je dus een dienstverband. Je komt in dienst bij een bedrijf en dan heb je contracten. En functiewijzigingen. Soms heb je dat in die global HR-systemen. Je komt in dienst en dan gaat alles op basis van een functie. En Atos kennende, je hebt een dienstverband en dan heb je contracten. En die contracten, dat kan zijn, je komt als een stagiair in dienst en dan word je medewerker. Dat is voor een global HR-systeem gewoon in je loopbaan een andere functie. Of geen nieuw contract. Maar binnen Atos is een nieuw contract. Dus dat zijn wel zaken die naar boven komen. Denk ook aan een persoon die van een bepaald contract naar een onbepaald contract gaat. Dus dat zijn van die zaken die het moeilijk kunnen maken. Oké, okay. Ja? En voor ons interessant. Ja, ja, zeker, want anders is het allemaal recht toe recht aan. René, het trefwoord stagiair, dat triggert mij wel voor iets anders. Er zijn nog andere zaken die natuurlijk bij zo'n koppeling spelen. Dat is namelijk welk medewerkersbestand, hè, welke populatie van medewerkers gaat eigenlijk door de koppeling. Nou, vanzelfsprekend de eigen medewerkers, dus aanhalingstekens. Maar zeker bij internationale organisaties zijn er ook categorieën medewerkers die niet op die manier verloond worden, dus die worden buiten de scope gehouden. Er zijn ook nog andere groeperingen, hè, omdat die dan anders door de HR-processen lopen. Nou, denk aan uitzendkrachten. Nou, die worden natuurlijk niet verloond, maar die gegevens zijn wel nodig voor mogelijk achterliggende gegevens. Hè, de roosterapplicaties waar René het net over had, of voor rapportages, dus dan hou je die ook door de koppeling. Dan die stagiaires, waar René het over had. Daar gaat het bijvoorbeeld voor het uitbetalen van de vergoedingen die afgesproken zijn met de stagiair. Nou, als die verschillende groeperingen er zijn, dan heb je natuurlijk ook nog het probleem, de complicatie van de verandering van de ene groep naar de andere. De stagiair komt in dienst, dus ja, hoe gaat het HR-systeem daarmee om? Nou, René zei al, vaak is dat niet zo heel erg veel, maar iemand is in dienst als stagiair en promoveert tot vaste medewerker. Het voorbeeld van AFAS is dat dat anders in elkaar zit. Dus daar moet wat complexer geconfigureerd worden om dat te kunnen ondersteunen. Oké. Interessant om te zien dat dat eigenlijk veel meer processen raakt dan je van tevoren wellicht realiseert. Brengt ons bij ons volgende thema, ons volgende onderwerp. We hebben net naar de processen met name gekeken. Uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om de gegevens die vanuit het HR-pakket, de data die vanuit het HR-pakket naar het payroll-systeem gaan. Ik weet dat payroll-systemen vaak heel stringent met data omgaan, hoe dat wordt aangeboden, of je dat nou handmatig invoert of via een koppeling. Wat kun je daarover vertellen? Verschil in gegevens in je HR-systeem en de gevolgen daarvan van die gegevens in je payroll-pakket. Ja, daar wil ik wel op ingaan. Er zijn, als je data gaat vertalen of gaat overnemen, een naam en een achternaam, dat kunnen we één op één overnemen. Maar denk aan we hebben een viertal mappingsverhalen. Dus dat je gegevens gaat omzetten, ombouwen. Eén kant is de makkelijke. De female en male wordt een M of een V'tje. Dat er gewoon vast geprogrammeerd en daar zijn gewoon kleine keuzelijstjes.
Dan heb je, we hebben ook nog een onderscheid tussen een tabelgestuurde mapping, dus een vertaalslag via een tabel. En dat moet je denken aan een functienaam, een operator, dat wordt een machine bewerker. En dan krijg je vaak een tekst door en dan moeten we met die tekst een code gaan zoeken van Profit, een 01 of een 02. Denk ook aan de werkgever, is vaak een code binnen een Global HR en dat moet een andere code worden binnen AFAS. Die kun je dus helemaal uit gaan programmeren. Ja, komt er eentje bij, dan moeten wij weer komen. En dan laten we altijd in tabelvorm binnen AFAS, laten we die gewoon muteerbaar maken. Dus daarmee kan de beheerder van AFAS eigenlijk dat proces de tabel bijhouden, actueel houden. Ja, okay. Oh, denk aan ook aan de gehuurde status. Je krijgt een code door van NLD divorced of NLD married. Moet je dan gehuwd of getrouwd maken of gescheiden? Dat is dan de tweede. Als je dan denkt ook aan een derde optie van data mutaties, is het een splitsen. Vaak zien we dat we data krijgen, zoals een kostcenter vanuit een systeem, bestaat dan vaak uit twee velden voor Profit. Denk aan de kostcenter ASD de 1200. Dan kun je zeggen dat Amsterdam is de kostenplaats en de kostendrager is aan 1200. Dus dan ga je gegevens splitsen. Misschien is het, ik kan me voorstellen met een straat- en huisnummer datzelfde... Dat straat- en huisnummer is natuurlijk vaak, zien wij dat wij een straat krijgen met huisnummer en toevoeging. Of een huisnummer en toevoeging bij elkaar. En AFAS die zegt van hey, ik wil de straatnaam hebben, ik wil het huisnummer hebben en ik wil een toevoeging hebben. Dat is één onderdeel. Dit zien we ook terug in de naamgeving. Jan de Wit. We krijgen Jan de en Wit. En dan moeten we ook vaak gaan splitsen in Jan de Wit. Dus dat zijn de zaken bij. Okay. Een andere leuk probleem, uitdaging is het gehuwde en het overnemen van een partnernaam. In heel veel landen kennen ze dat fenomeen niet. Dat de partner na een huwelijk of na samenwonen elkaars naam kan overnemen of kan samenvoegen. Mensen krijgen als ze getrouwd zijn een nieuw paspoort, een nieuwe naam en that's it. Dus daar zitten wel wat uitdagingen in als je dat gaat doen. Je bedoelt dat je in Nederland alle variaties die je maar kan verzinnen, ja, de achternaam... Je kunt je geboortenaam gebruiken, je achternaam of geboortenaam, achternaam van een partner. Okay. En als je dan in één veld krijgt René Nijssen van de Linde, dan moet je me net gaan zeggen, van de Linde is de tussenvoegsel en achternaam van de partner. Dus dat zijn wel wat kronkels of kronkels. Dat zijn vaak het splitsen van data. Dan hebben we de andere mogelijkheid, is het met regels, met business rules. En als we daarna gaan kijken, dan kun je dat niet meer doen door middel van een mapping, van X wordt Y en dat soort zaken. Dan moet je echt gegevens gaan samenvoegen. Een werkgever, of als het een werkgever is en je bent chauffeur en je werkt 40 uur, dan behoor je tot die arbeidsvoorwaarden. En als je een werkgever, ik ben met een chauffeur en je werkt maar parttime, dan krijg je een andere arbeidsvoorwaarden. Okay. En dat kun je dan niet meer vastleggen in een simpel tabelletje. Dan moet je dus heel veel gegevens bij elkaar halen. Dat zijn zaken, die rules, die kan je in de koppeling kan je die configureren. Die leg je vast en dan... Het laatste, dat klinkt me nog wel ingewikkelder inderdaad, die transformatie, die business rules die we moeten inregelen. Kan ik me dus voorstellen dat die business rules wel erg specifiek zijn voor het payroll systeem waar het om gaat. Ja, dat klopt. Ja. Een ander deel wat ik wil uitleggen is, net hadden we het over SCORVI, salariscontracten en rooster. Wat je ook ziet binnen een systeem, binnen AFAS, als iemand een nieuwe functie krijgt, dan komt er per 1 april een nieuwe functie bij. Maar AFAS geeft op het moment ook, onbedoeld, ook een nieuwe salarisregel voor 1 april, voor bij die functie. Dus je voert een nieuwe functie in de toekomst en AFAS zegt van ja, dan krijg je ook een nieuw salaris voor die functie. Stel, je hebt een functiewijziging voor 1 mei, dan zegt AFAS, oké, dan kopieer ik het salaris van nu ook naar 1 mei. Maar mocht die persoon dan per 1 april een andere salaris krijgen, dan zou die dus per 1 mei weer dat oude salaris krijgen. Dus wat wij doen, wij kijken in onze koppelingen vaak van, wij willen wel wat tussenvoegen, want we noemen dat tussenvoegen. En we zeggen in de logfile, er is in de toekomst weer een ander salaris, dus denk daaraan. En dat is gewoon ook eigenschappen van AFAS, daar kunnen we niks aan doen en dat verandert je ook niet zo gauw. Nee. En dat gebeurt er gewoon met het gewone interface als je het invoert, dan doet AFAS hetzelfde. Ja, ja. Oké, maar allemaal waar je rekening mee moet houden in koppeling, dus dat is interessant. Je moet ook iets weten van waar naartoe je koppelt.
Ja, ik krijg een vraag in de chat, dat past wel op dit moment mooi hier tussen bij dit onderwerp. AFAS heeft een groot aantal verplichte velden die je nodig hebt om zaken aan te maken, om een record aan nieuwe medewerker aan te maken. Komt het wel voor in de praktijk dat zo'n verplicht veld bijvoorbeeld niet vanuit in het HR-systeem bekend is? Stopt dan zo'n koppeling of hoe ga je daarmee om? Ja, tijdens de analyse van de koppeling, als je begint, zeg je van deze velden heeft het payroll-systeem nodig. En als ze niet bekend zijn, dan zoek je naar een overstandig waarde. En met die waardes kun je dan zeggen, nou, dan gaat het proces van koppelen gewoon door. Want je kunt zeggen van als het BSN-nummer niet gevuld is, dan kun je zeggen, nou, ik stop de hele invoer. Wat wij dan vaak doen is zorgen dat er heel veel data wel goed gaat en de melding, het BSN-nummer gaat niet door. Oké, die komt in een uitzondering. Uitzondering. Ook een BSN-nummer is natuurlijk een check-up door de regering. En als die check niet in het global systeem zit, dan kan het ook fout zijn. Dat je een fout BSN-nummer doorgeeft. En dan gaan de hele koppeling dus daarop stuk gaan. Wat wij dan doen is zorgen dat we daar omheen gaan werken. Wij zorgen ook dat er een voor het eerst een dummy medewerker wordt ingevoerd. Dan weten we zeker dat die naam in het systeem staat en vervolgens gaan wij updaten. En denk dan aan apart een adres toevoegen, apart een BSN toevoegen, apart een bankrekening toevoegen. Dus daar waar het fout kan gaan door het systeem, door AFAS, zeg je van oké, we zorgen dat we een update in 5-6 stappen doorvoeren. En dat die 5 stappen afzonderlijk van elkaar kunnen lukken of mislukken, maar de rest gaat dan door. In plaats van één keer alles goed en fout. Ja. René, heel iets anders. Wat ik vaak tegenkom in jullie discussies, en daar raken jullie niet over uitgepraat, dat is het gebruik van AFAS Insight. Dan krijg je verhitte discussies over wel en niet. Misschien kan je daar nog iets van zeggen. Ja, dat heb ik al aangehaald net met de koppelvlakken van de organisatorische eenheden. Want als mensen nog Insight gaan gebruiken voor processen, dat kan. Je moet van tevoren afspreken van wat dan, want we zien ook koppelingen dat mensen via Insight, dat is het employee self-service platform van AFAS, dan kunnen medewerkers zelf dingen doen, zoals een verhuizing doorgeven of een banknummer doorgeven. Ja, dat strookt dan niet natuurlijk met het global HR systeem en moet je afvragen of je dat dan wil. Als je dat wel wil, moet je besluit nemen van oké, mensen mogen het banknummer aanpassen, puur voor de payroll. En dan zorg je niet dat dat in het global HR systeem komt. En ja, dat is dus ook. En als je dus gaat werken met Insight, ja, dan blijf je dus met die organisatiestructuur hangen. Van wie is de manager van? En dan moet je dus meer gaan koppelen dan puur voor HR of voor payroll. Je maakt het daar wel wat complexer mee. Ja. De andere optie is dat je dat stuk helemaal in je HR-systeem houdt, waardoor je dat niet hoeft mee te nemen. Ja, je moet eigenlijk een besluit nemen van ja, we komen tegen dat het een proces van stappen is. Eerst pak je de HR-gegevens. En vervolgens pak je de declaraties, de eenmalige vergoedingen en dan de verzuim en dan de verlof. Dan zien we groeien. Dus we zien vaak dat de eerste stap wordt genomen en dan lieverlee komen de andere processen erbij. Ja, oké. Gezien de tijd lijkt het me goed om door te gaan naar ons volgende thema, onderwerp, controle en beheer. Het is overigens goed om te zien dat je in zo'n koppeling dat soort datagegevens waar we net over hebben gehad, om die gelijk te kunnen trekken. Maar ik kan me voorstellen dat er ook een behoefte is aan van joh, heeft die koppeling zijn werk gedaan? Heeft die gedraaid? Maar sterker nog, wat is er dan gewijzigd? Hoe kan je nou zien welke gegevens bij welke medewerker er gewijzigd zijn? Ik denk een interessant onderwerp om, ik zie dat Ubbo daar iets meer van weet. Dat probeer ik hier al wel. Controle en beheer, dat is iets wat natuurlijk ook altijd speelt. Die koppeling die loopt automatisch. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi, maar het gebeurt wel op de achtergrond. Dus dat roept wel de vraag op van ja, wat is er gebeurd of wat gaat er gebeuren? Nou, alles wat wij doen of dreigen te doen, leggen we vast en wordt gelogd. Eigenlijk zijn er dan twee hoofdcategorieën. 1. Het loggen van het proces zelf. Heeft de koppeling gelopen? Hoeveel medewerkers werden er aangetroffen? Zijn er verwerkt? Nou, dat is één categorie. De andere categorie is
het vastleggen van de soorten mutaties, de wijzigingen die zijn doorgevoerd van de nieuwe medewerkers, straks alles nieuw bij wijze van spreken, maar ook wat er gewijzigd is bij een NAW gegeven of een bankfunctie. En wat dan wel de oude waarde was, wat de nieuwe waarde is. Dus van naar leggen we vast. En bijvoorbeeld wat René ook noemde, als er soms gegevens ontbreken, leggen we ook vast dat die gegevens aangevuld moeten worden. Of dat er defaultwaarden werden gebruikt voor dat speciale gegeven. Die logging, die leggen we allemaal vast, tenminste in het geval van AFAS, in Profit Dossier Items. Dus er is geen eigen database waar we dat soort medewerkersgegevens ook nog in opslaan. Nee. Zit alleen in de veilige AFAS-omgeving. En ja, die zijn dus ook alleen benaderbaar voor degenen die geautoriseerd worden binnen AFAS om daarbij te komen. Dus niet iedereen kan dat zomaar even naslaan. Het vastleggen van die gegevens, van die mutaties, in logging is ook van belang voor een audit trail. Dus je kan altijd terugzoeken wat er gebeurd is, door wie, door de koppeling. En dat is ook iets wat dus weer terug te vinden is in AFAS en ook niet door anderen zomaar opgepakt kan worden. Nou, het vraagstuk van het traceren van die audit trail is iets wat altijd aan de orde komt als het vraagstuk geopperd wordt van nou ja, heb ik grip op mijn gegevens? En als die vraag al niet zelf opkomt, dan zijn het wel in of externe auditors die daarna vragen of in controle zijn. Nou, en dan is het antwoord ja. Nou, een aanvulling daarop kun je ook door middel van dat we dus alles loggen van en naar kunnen we ook signalen of zaken doorgeven aan de afdelingen van hier is wat gewijzigd, nu krijg je een taak. Of een mail of iets dergelijks van let op, bij die persoon is er iets aan de hand of je moet wat aanvullen. Okay. Dus we kunnen heel specifiek zeggen van als er een adreswijzing is, ja, dan moet afdeling payroll mogelijk de reiskosten gewoon werkverkeer. Het komt echt zo, ja? Precies een vraag op dit. Je hebt me eigenlijk al deels inderdaad beantwoord. Want ik krijg een vraag van iemand. En met name is dat interessant voor blijkbaar voor het herberekenen van woon-werkverkeer. Hoe kan je nu zien dat iemand verhuisd is? Of wie er verhuisd zijn? Of bijvoorbeeld getrouwd is? Deze persoon vraagt zich af of die dan die hele logfile moet gaan doorworstelen. Om te kijken, zit er een verhuizing tussen? Nee, dat hoeft niet. Wij hebben diverse niveaus van loggen. Dus we loggen het hele proces, van de hele run van wat is er gebeurd en wie hebben we aangehaakt. Er zijn ook mensen bij die misschien wel door de koppeling komen, maar geen wijzigingen zijn. Geef een melding, geen wijziging. En we leggen alle wijzigingen ook bij de persoon vast, eigenlijk op twee niveaus. Eentje per medewerker voor de audit trail en eentje voor het loggen algemeen. En we kunnen heel specifiek ook zakken van een medewerker, de adreswijziging of iemand nieuw in dienst controleren, pensioenfonds of arbowet aangeven. Dat zijn zaken die dus zijn. Ook iemand uit dienst wil je vaak een melding hebben van iemand uit dienst, moeten afrekenen. Misschien moet die persoon ook dingen inleveren. Dus we kunnen heel specifiek op een onderwerp of onderdeel kunnen wij dus een actie opstarten. Dat is eigenlijk gewoon een signaal in AFAS of ja. Klaarzetten. Duidelijk. Dit waren vast wat vragen tussendoor die vanuit de chat zijn binnengekomen. Ik moet eventjes wat techniek bijwerken. We hebben nu ook tijd ingeruimd om inderdaad de vraag te beantwoorden die we vooraf al via de mail hebben binnen zien komen. Een vraag die door verschillende mensen gesteld is... wat zijn er naast technische uitdagingen andere aspecten waar je nou rekening mee moet houden als je over zo'n koppeling overweegt om dat te laten maken? Dus andere buiten de technische zaken. Zal ik een start maken en dan René, dat kan jij eventueel aanvullen. Koppelen is niet alleen een technische exercitie. Het is niet de stekker links en stekker rechts en het is klaar. Je gaat ook anders werken. Voorheen zat je met elkaar, hè, de HR en de payroll mensen, in hetzelfde systeem. Vaak met korte lijnen naar elkaar om dingen af te stemmen. Dat haal je wat uit elkaar, soms ook fysiek. Dat betekent dat je afspraken moet maken wie precies wat doet. Nou, sommige dingen zijn voor de hand van de HR-processen vallen onder het HR-team. Payroll onder het payroll-team. Maar goed, René noemde al een aantal voorbeelden waar je toch moet samenwerken. Van, nou, soms ontbreken er gegevens. Nou, wat spreek je dan af, wie dat dan aanvult? Wie krijgt dat seintje en wie neemt dan de actie naar aanleiding van dat seintje? Nou, het accorderen van wijzigingen. Voorheen was dat in AFAS, nu zit dat in het HR-systeem. Maar
weet degene die dat accordeert dat ook en pakt hij dat signaal dan ook op. Nou, kortom, dat zijn meer werkafspraken die je vroegtijdig in gang moet zetten, want het is niet zomaar evident hoe dat precies moet in de toekomst. En tijdens zo'n implementatietraject van zo'n koppeling is dat ook een van de onderwerpen die we altijd tegenkomen en de aandacht moeten krijgen. Interessant. We hebben het, de volgende vraag haakt hierop aan. We hebben het gehad met name over de koppeling vanuit het HR-systeem richting payroll. Ik heb ook een vraag binnengekregen. Kan de koppeling ook andersom? Logische vraag. Ja. Dat is zeker. En dan bedoel je vaak de gegevens vanuit dat payroll systeem terug naar het, of niet terug, heen eigenlijk naar het HR-systeem. Ja. Dat is inderdaad een gedachte die vaker voorkomt. Want ik gebruik al jaren AFAS. Ik heb dat goed ingericht. Ik heb dat helemaal in mijn vingers. Vertrouw ik helemaal. Dat blijf ik zo doen. En ik voer die gegevens wel in op een slimme manier in, het, in de HR-applicatie. Dat lijkt recht toe recht aan, zeker als je hem zo uitspreekt. Maar er zijn toch wel een aantal overwegingen die je dan moet meenemen als je daartoe besluit. Ja. Een deel van die HR-processen die beginnen dan in het payroll-systeem. Ik denk in dienst, uitdienst. Maar het merendeel van de HR-processen die vinden toch echt plaats in, dat, in de HR-applicatie. De tussenliggende dingen. Na de indiensttreding. Nou, denk als voorbeeld, indiensttreding zit in het payrollpakket. De verhuizing van de medewerker mag die zelf doen in het medewerkersportaal van de HR-applicatie. De uitkomst van die verhuizing die zal er ook weer terug moeten naar dat salarissysteem. Want daar moeten misschien reiskosten worden aangepast. Kortom, dat is in ieder geval een gegevensstroom die ook terug moet. Nou, dat betekent dat je eigenlijk al een gemixte situatie hebt. Een hybride situatie waar beide gegevensstromen door elkaar heen gaan. En als je dat niet goed met elkaar afspreekt, wie dat op welke manier, op welk tijdstip mag doen, dan is dat vragen om moeilijkheden. Daar komt nog bij dat die HR-applicaties vaak generiek over een aantal landen worden ingericht. En dat het dus niet zo eenvoudig is om te zeggen, nou ja, je mag wel de aanpassing hebben, het verhuisbericht aanmaken als medewerker, maar de salarisaanpassingen, nee, dat doen we niet, dat laten we alleen in het payroll systeem. Nou, het kan vast technisch allemaal, maar je maakt het jezelf wel moeilijker, dus het is meestal niet de voorkeursrichting die we kiezen. Ik snap waar je op doelt, Ubo. Andere vraag die binnen is gekomen, en heel in het begin heeft Ubo daar al kort iets over gezegd, als alternatief voor een koppeling, een mogelijkheid van import of export-import, is daar iets over te zeggen vanuit de praktijk? Ja, de vraag is wel eens, wat je dan krijgt, een import of export, het is vooral vaak een bestand wat je dan heen en weer schiet met data die op dat moment staat. Je kunt in dat bestand, kan iemand op je mutatie aanbrengen, dus dat is ook iets een minpunt voor een import-export. Want je krijgt dat bestand op een netwerk te staan en dan kun je importeren. Je bedoelt dat iemand bewijzen van met een salaris nog iets zou kunnen bewerken? Ja, dat kan. Okay. Niet dat het, ik vertrouw alle mensen wel, maar het kan. Dan krijg je ook nog het deels wat wij dus in de koppeling in voorzien. In het splitsen van naam, Jan de Wit en dat soort zaken. In het mappen van en naar. Denk in de business rules. Dan ga je eigenlijk in zo'n import of een export uit een bestand is vaak een dump. Een dump van, dit is vandaag de waarheid. En niet de waarheid in de toekomst. Je krijgt vaak niet dan mutatie door in de toekomst. Je krijgt gewoon, vandaag is dit zijn functie. En dan moet je maar gaan kijken of dat dan ook goed doorkomt in het systeem. Dat is één ding, toekomstige en toekomstige mutaties. Dan de map hebben we over gehad, foutmelding. Je kunt dus, wat ik net zei, van wij doen het in delen doorzetten. Want het kan een BSN-nummer fout zijn, of een banknummer fout zijn. Doordat je alles in één keer importeert, kan het hele record of de hele gegevens in één keer stoppen. Sommige systemen met import, die als je 100 medewerkers doorzet, dan gaan de eerste 50 goed en de rest gaat fout. Dan moet je dus die rest gaan zoeken. En wij doen het één voor één in zo'n koppeling. Dus per persoon kan het fout gaan of goed gaan en dan gaat hij gewoon door. En bij een import kan het zijn dat hij de hele batch tegenhoudt of een deel van de batch tegenhoudt. Okay. Dus dat zijn wel zaken waar je moet letten. Dus, laat staan business rules inbouwen met import-export. Ja, dat heel erg duidelijk gaan. Ja, daar ben je in Excel misschien aan het programmeren. Als je met Excel wel nog een koppeling aan maakt. Ja, daarom.
Nou, oké. Ik denk dat daar nog meer over te zeggen is, maar gezien de tijd, ik wil toch nog één vraag aan de orde stellen. En dat is, jullie zitten vaak bij dit soort implementatietrajecten van dit soort koppelingen. Wie zijn daar nou allemaal bij betrokken? Wat zijn de mensen die daar aan tafel zitten? Nou, het gaat om een payroll-koppeling, dus vanzelfsprekend zitten mensen van payroll erbij, als het goed is. Er zijn natuurlijk HR-vertegenwoordigers, want dat meestal is de eigenaar van de HR-applicatie. En die weet ook hoe dat ingericht is. Nou, de IT-afdeling, vertegenwoordiger daarvan, want het gaat om de infrastructuuraanpassingen. Nou, die hebben daar ook wat over te zeggen. En daarnaast zijn dat vaak de consultants van SAP of Workday. Nou, dat kunnen ook interne mensen zijn van de interne serviceafdeling. Want ook aan die kant moet er wat geconfigureerd worden, ingericht worden. Nou, dat zijn mensen met die kennis. Oké. Okay. Dus, ik kan me voorstellen dat een security officer ook wel iets over te zeggen heeft. Het gaat om AVG-gegevens, gevoelige gegevens. Ja, nou, dat is zeker. Die komt altijd langs, want het gaat inderdaad om die medewerkergegevens. Dus dat moet gedetailleerd en secuur bekeken worden. De veiligheid, informatiebeveiliging, security, het is natuurlijk iets wat altijd speelt. Ook bij XS gelukkig. Het komt ook aan een aantal plekken terug. Nou, de manier waarop wij de software maken, de software opzetten, testen, hoe we toegang verlenen tot klantomgeving door onze consultants en wie vooral ook niet, zeg maar, heeft. Nou, dat is geregeld. Nou, dus ik kan ook twee punten in dit verband even uithalen. Eén is de architectuur van de koppeling. Ik noemde dat straks al bij de logging. Onze koppeling slaat geen eigen gegevens op. De gegevens komen langs, ze worden verwerkt, omgezet en ze worden in het payroll systeem gestopt. Ja. Daarna is er niets meer terug te vinden van de koppelinggegevens. Ander punt is dat onze koppeling helemaal, als het gaat om AVAS althans, gebaseerd is op het security model dat AVAS heeft voor de connectoren, de import en export toegangen tot AVAS. Nou, dat is helemaal streng gereguleerd en het security model dat gebruikt onze koppeling ook. En dat betekent ook dat je er niet zomaar even van buitenaf of door een andere koppeling van hetzelfde kanaal gebruikt kan worden. Nou, al die maatregelen, en er zijn er nog vele meer, die laten ook regelmatig testen door externe partijen om te kijken of dat inderdaad is zoals ik dat nu zo zeg. Oké. Ik, we hebben afgesproken om drie kwartier te nemen voor dit webinar. Ik heb nog onderwerpen voor nog een tweede webinar, maar goed, dat gaat nu niet lukken. Een aantal onderwerpen gaan we parkeren. Wellicht dat er toch nog een tweede webinar over dit onderwerp gaat volgen. Het is interessante materie. Ik denk dat wij voor dit moment daar toch een einde aan gaan breien. Ik kan me voorstellen dat er toch nog een hoop vragen, misschien wel juist ook door dit webinar, naar voren zijn gekomen. Er zijn een aantal vragen ook niet beantwoord, nogmaals door tijdgebrek. Daar komen we bij iedereen op terug. Het is ook goed om te weten dat iedereen die zich heeft ingeschreven voor dit webinar, dat hij een linkje ontvangt naar de opname van. Kan je het nog eens rustig nakijken of eventueel met collega's delen. Heb je nu toch een aantal concrete vragen of wil je eens over doorpraten met de experts hier aan tafel? Dan zie je op dit moment op je scherm een aantal mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Nou, dat kan natuurlijk via ons algemene info@x6.nl e-mailadres. Of je kan ook natuurlijk even gewoon bellen, lekker traditioneel, via het telefoonnummer wat je op het scherm ziet. Maar je kan je ook verder verdiepen via onze website www.x6.nl/AVAS-koppelingen. Daar staat ook meer informatie over de verschillende HR-koppelingen die wij maken. Dus neem gewoon vooral contact met ons op. En ik hoop dat jullie ook een interessant webinar hebben gehad. Ik wil in ieder geval de heren hier aan tafel bedanken voor hun uitgebreide toelichting. Voor de mensen die mee hebben gekeken en die ook vragen hebben ingestuurd, ook dank daarvoor. En wellicht tot een volgend webinar. Dank jullie wel voor jullie aandacht. Tot ziens.